Ben jij een erge dromer? In je teksten komt best wel vaak ook het woord dream vandaan. Ja. Op een of andere manier. Ik weet niet of dat een bewustje is. Maar. Nee, het is niet. Nou, het is wel, ik weet het wel. Dus dan is het wel een bewustje, maar ik doe het niet bewust, zeg maar. Maar ja, de teksten zijn heel erg dromerig. En ik ben ook zelf al een dromer. Het is meer zo dat eigenlijk al mijn teksten zijn in een staat van droom, zeg maar, gemaakt. Dat idee. Dus het is. Het ligt wel aan de realiteit, want het gaat wel heel erg over mijn eigen gevoelens. Maar het is op zo'n dromerige manier altijd verwerkt dat het ook iets anders zou kunnen zijn. Dus het is wat dat betreft grenst het echt aan niet-realiteit, zeg maar. Maar dat dromerige, heb je daar wel eens last van in de zin dat je misschien dan niet de stap neemt om iets te gaan doen? Iets... Nee, want ik ben niet besluiteloos. Ik ben juist heel erg... Ik ben dromerig, maar ik ben wel zo dat als ik iets wil, dan ga ik het doen. En ik twijfel ook niet heel erg lang. Ik ben ook wel redelijk impulsief, ja. Nu is de Kitchen Recordings eigenlijk nog maar een opwarmetje. Wat ja. Misschien veel mensen niet eens doorhebben of weten. Voor het echte album, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, het is uiteindelijk andersom, zeg maar, eruit gekomen. Want dit zou eigenlijk mijn tweede album zijn. En het eerste album zou het album zijn met Russell. En, alleen omdat hij in Amerika woont en heel druk is, lukt het gewoon niet om het laatste stuk af te maken. Waardoor ik op een gegeven moment dacht van ja, dan kan ik natuurlijk wachten. Maar de samenwerking met hem heeft sowieso 4 jaar hebben we erover gedaan om op dat uiteindelijke punt te komen. En... toen was ik eigenlijk begonnen met die liedjes opnemen voor mezelf. Gewoon voor mezelf eigenlijk. En toen had ik zoiets van ja, waarom... ik leg het niet helemaal goed uit. Maar toen dacht ik van nou oké, dan gebruik ik dat leuk als tweede album, zeg maar. Als een soort van weer iets anders. En uiteindelijk, doordat het zo lang duurde, hebben we besloten eigenlijk samen van... ik en Boedi dan samen van nou weet je, we gaan gewoon dat Kitchen Recordings album eerst doen. Dat is wat minimalistischer qua opbouw. Het is wat akoestischer en het is wat inleidend. Want het is gewoon, en wat dat betreft hoor je niet, een hele band. Dus ja, dat is misschien wel een mooie volgorde. En dat geeft Russell iets meer ruimte om het grotere album, zeg maar, af te maken. En, want hij is nu gewoon ontzettend druk met D'Angelo. En helaas laat hij mij niet voorgaan, maar dat snap ik ook wel. Misschien dus, komt het nog dat de volgorde omdraait. Nee, maar hij heeft er al zoveel tijd in gestoken. En dat is gewoon super, weet je. Over al die jaren zijn goede vrienden geworden. En kijk, het is gewoon heel belangrijk dat je met z'n allen gewoon daar goed gevoel over blijft hebben. En op een gegeven moment vond ik het gewoon moeilijk. Want je wil gewoon graag met iets. Je wil niet wachten de hele tijd. Dat is gewoon, dat is een van de moeilijkste dingen in de muziek, vind ik, wachten. Dus dit is gewoon een goede keuze geweest. Want nu heeft hij nog even de tijd. En kan ik alvast met dit album, weet je, mensen laten horen wat ik doe. So Unreal heet het album, ja. De langspeler. Zeg maar. Ja. Wat kun je al over dat album vertellen qua inhoud? Hoe dat afwijkt misschien van de Kitchen Recordings? Het wijkt wel heel erg af. Er staan wel een aantal van dezelfde stukken staan erop, zeg maar. Maar dan in een bandversie. Het album is met een band opgenomen. We hebben met z'n allen tegelijk ingespeeld. Want Russell is heel erg van de oude stempel. Dus die is niet zo van het knippen en plakken. Maar alles in één keer. Ook de zang. En dat is gewoon heel tof eigenlijk. Want daardoor krijg je echt een heel spontaan iets. Maar ook gewoon een... het wordt heel solid of zo. Het geeft gewoon een andere sfeer dan alles in losse stukken opnemen. En het is bij ons opgenomen in Middelburg door Russell. Die heeft iets van 3 maanden bij ons op de bank geslapen. Hij moest toen in die tijd werken voor een artiest, Patrice heet hij, uit Duitsland. Dus daardoor kon hij dat doen, zeg maar. Dus hij is eigenlijk bijna een maand of 7 in Europa geweest. En hij werkte dan in Keulen, dus dat was redelijk dichtbij. Dus in die periode is het opgenomen. En op bas dan erbij Hugo den Oudste en op drum Salle de Jonge. En dan Boedi, zeg maar, op gitaar en Optimus op turntables met 5 man. En Russell. En Russell is een ouderwetse producer, dus het is echt iemand die met een band gaat zitten. Die speelt het en dan zegt hij van oké, zullen we het eens zo doen? En dan gooit hij het helemaal om. En dan ga je het dus inspelen. Dus wat wel echt leuk is bij hem is dat je echt...
je moet echt wel gewoon presteren op dat moment. En dat was heel spannend, maar dat is goed gelukt. Dus het is een heel ander soort album wel dan de Kitchen Recordings. Het is natuurlijk wel, het zijn nog steeds mijn liedjes en je hoort mijn stem. Dus het is echt wel een soort van vergelijkbare inhoud op een bepaalde manier. Maar veel meer geproduceerd. En veel Amerikaans geproduceerd, groots. Ja, en het is afgemixt op tape in Duitsland uiteindelijk. Dus daar zijn we ook nog een paar weken geweest. Hebben wij op de bank gezeten terwijl hij aan het mixen was. Wanneer gaat het uitkomen, weet je dat? Ja, volgend jaar. Maar welke periode? Ik ben nu al hard bezig om het laatste stuk, zeg maar, dat Russell dat af gaat maken. Nou, dat gaat ook wel lukken, want het is niet zoveel, heel veel werk meer. En dan, ik weet niet. Even kijken wat een goed moment is. Dat is ook altijd wel belangrijk. Het goede is dat ik voel die druk niet meer zo, die ik eerst had. Toen dat het eerste was wat zou uitkomen van me. Dus nu heb ik zoiets van, ik moet een goed moment kiezen. Alles ruim van tevoren klaar hebben, dan kan je er goed naartoe werken. En die laatste vraag. Kitchen Recording Series 2, wat wordt dat voor CD? Dat wordt eigenlijk een album wat heel erg gebaseerd is op samenwerken met andere singer-songwriters. En daar ben ik al mee begonnen. Het wordt wel ook echt een Kitchen Recording, dus gewoon weer opgenomen op dezelfde manier als deel 1. Maar dan met iemand anders erbij. En in principe een heel album vol met allemaal verschillende artiesten. Kun je al wat namen? Ik heb al een paar liedjes geschreven met Stevie N. En ik ben iets aan het schrijven met een gitarist-zanger uit Denemarken. Dat is iemand waar Russell mee werkt. En ik ga toevallig morgen schrijven met Janne Schra van Room 11, vroeger Schrajanova. Ja. En er zijn er nog een aantal, maar die komen nog. Je hebt toch een verlanglijstje? Ik heb een verlanglijstje, ja. Okay. Ja.